Even wachten hoor. Wilma, wil je even komen? Want hij klimt wat op zijn voorhoofd. Ja, gaat iets beter. Oké. Okay. Rest eraan. Ja, prima. Oh! Oké, okay. Zo is goed. Draai. Oh, stop. Even lekker ontspannen. Even kijken. Ho maar. Ja. Uitstekend. Draai over je schouder. Kijk. Ja. Andere kant. Ja, gaat ie. Dat plezier, hoe is dat gekomen? Waar kwam dat door? En hoe lang doe je het al? Nou, vanaf mijn 16e ben ik gevraagd door kennissen om een keer te lopen. En er was toevallig iemand bij van een groot modellenbureau. En zodoende ben ik er verder ingerold. Modeshows hier lopen, modeshows daar lopen. Het is een tijd vrij druk geweest, ja. Zijn er nog speciale vereisten voor om dat te kunnen? Je moet er een beetje goed uitzien. Nou, je moet de juiste pasvormen er ook voor hebben. Pasvormen? Ja, voor mijn broek en alles. Want je kan wel vrij fors gebouwd zijn en dan moet alles eraan vermaakt worden. Dus een makkelijke maat als het ware. Mm-hmm. En ben je veel gevraagd? Regelmatig wel, ja. En wat doe je het liefst? Sta je het liefst onder die lampen in een studio of loop je het liefst in een zaal? Liefst liep ik op een zaal. In de zaal. Ja? Maar vind ik raar, want nou, je komt een beetje over als een bescheiden, misschien zelfs iets wat verlegen jongeman. 22. Ja. En in zo'n zaal, op zo'n podium, dan sta je toch in het middelpunt van alle belangstelling. Ja, je moet je kleding zo, die mensen die zie je haast niet. Je hebt een bepaald punt waar je dan naar kijkt. Dus het lijkt net of je vrij veel capsules hebt. Zo komen de meesten ook over. Maar het is gewoon een bepaalde vorm van lopen. Mm-hmm. Behalve als je zwembroeken showt, hè? Want dan komen ze voor jou, heb ik begrepen. Dat heb je gehoord van niemand natuurlijk. Oké, dit pak even schoen. Even kijken of het op moet. Prima. Ja? Oké. Zo, dan hebben we even 2 minuten wachten. Klas, hè? Ja, de voetballerij. Waar is het allemaal begonnen? Bij VGV, amateurclub, 4e klas in Den Haag. Waar ik me op mijn 10e heb ingeschreven. En zodoende heb ik al de eerste elftallen van de vereniging heb ik doorlopen. En het is nu 2,5 seizoen geleden dat Lou Verhoeven langs de kant stond, scout van Feyenoord. En die vond mij wel een redelijke voetballer voor het Feyenoord. Ben jij al het verdediger geweest? Ik heb ook een paar keer op middenveld gelopen en als rechtsbuiten. Mm-hmm. Meestal, voorstoppers, daarvan wordt gezegd, ja, dat zijn houthakkers. Echte voetballers zijn er niet. Ze moeten die bal afpakken, spits dekken en verder die bal inleveren. Kan je echt goed voetballen? Je kan een bal redelijk raken, hè? Ik kan een bal redelijk raken, ja. Maar ik heb gewoon een bepaalde taak in het elftal. Dus de bal onderscheppen, de tegenstander helemaal uitschakelen. En dan waar het kan meevoetballen. Maar mijn eerste taak is direct de tegenstander uit te schakelen. Kijk even naar die wedstrijd tegen Volendam van zondag, van gisteren. Ja. De eerste helft was het even wat aftasten nog en leek je niet helemaal geconcentreerd. Ik leek niet helemaal in de wedstrijd te zitten, nee. 2-3 keer? Dat je net even een bal net verkeerd raakte, de slijding net eventjes te laat. Hoe kwam dat? Ik zou niet weten, je zat niet echt in, vanaf het begin zat je er goed in, net wat je zegt dan. Toen op een gegeven moment pakte ik de draad weer, je won weer een paar duels. En toen begon het weer te komen, ja. Rinus Israël, wat vindt hij van Kenneth Monkau? Eén minder dingetje van hem, dat is dat hij direct die bal moet spelen. Hij moet niet lopen met de bal. Als hij die bal hebt, dan moet hij de bal snel inspelen. Dat soort dingen. Nou, dat is beter geworden, maar dat moet nog beter. En dan moet hij vaster worden in zijn passing. Hoe lang duurt dat in de regel? Dit niveau? Nou, ik ben gestopt op mijn 40ste, dus hij moet er nog een jaartje en dan moet hij echt moet hij er zijn. En dat lukt ook wel, heb je er vertrouwen in?
Ja, ik heb wel vertrouwen in hem. Het is een speler die nog wat aan wil nemen. Het zou erbij moeten komen dat hij niks aan wil nemen. wat dat betreft is hij leergierig. En ja, hij kan alleen maar beter. Nog twee nachtjes slapen en dan, als je speelt, ik neem aan van wel, speel je je 8e Europacup-wedstrijd. Ze hebben verloren tegen Bayern afgelopen zaterdag, Bayer Leverkusen. En tegen die ploeg haalt Feyenoord de volgende ronde? Ik denk het wel. Uh-huh. Maar ik zelf kans als hun, denk ik ook wel. Hè? Je krijgt twee gevaarlijke spitsen tegenover je. Vertel er eens wat over. Ja, Tauber, goede technische speler. En Boekoentje, snel. Dus ik denk dat we toch onze handen vol krijgen achterin. Wie krijg jij? Ik denk Boekoentje als hij van rechts speelt. Die wedstrijd tegen Bayern afgelopen zaterdag, die 3-2 nederlaag, wat zegt dat? Dat zegt niet zoveel. Ik denk dat ze gewoon extra gemotiveerd zijn om tegen ons te spelen dan. Maar ze zullen ons het spel proberen te laten maken. Geef eens aan in procenten de kans dat Feyenoord de volgende ronde haalt. 50-50 of nog hoger? 50-50, maar omdat we thuis spelen zeg ik toch 55-45. Nou, kun je kijken? Ja, dat is wel hoor. Ja? Kijk eens.